volgend jaar. Tot volgend jaar. Tot jaar, Pinkpop. Pinkpop 2008 was een van de meest succesvolle edities ooit. 3 dagen uitverkocht, mooi weer en maar weinig incidenten. De politie arresteerde 25 man. Een Engelsman die op het mijnwerkersmonument was geklommen viel en brak zijn kaak. Tijdens de terugreis overleed een man in de trein, waarschijnlijk aan een hartstilstand. Vanmorgen om 12 uur was het Pinkpop-terrein al zo goed als opgeruimd, maar dat gold niet bepaald voor de camping. Hey, ik zie hier 3 tevreden Pinkpop-gangers. Jazeker, goed. Ja, tevreden en kijkpot. Ja. En vandaag allemaal vrij? Ja, hartstikke. Ja. En we gaan vanavond weer naar Middelheese kermis. Hè? We gaan lekker doorfeesten. Maandag, dinsdag feesten, woensdag uitslapen en donderdag ga ik weer werken. Op mijn verjaardag! Joe! Heb jij vuurtje? Ja, heb ik. Ja, ik zit me een beetje te haasten. Waarom moet je snel weg? Ja, zo snel mogelijk. Wat vond je ervan? Nou, terugblikken moet ik zeggen dat het een goede editie was. Ja? Beetje druk, maar we hadden goed weer. En we hebben er het vol uitgehaald. Toen heb je in godsnaam 3 dagen hier volgehouden in deze puinzooi altijd. Hier zitten. Ja, toen was het gelukkig nog niet zo heel vies. Ja, het is wel afzien, hè? Ja, afzien. En dadelijk als eerste lekker onder de douche. Ja, precies. Ja. En dan in mijn eigen bed liggen. Lekker slapen. Maar als we even kijken, zorgt niet iedereen even goed voor zijn tent? Nee, er zijn mensen genoeg die alles achterlaten. Een beetje scheiden. Ja, ik neem altijd alles mee, dus... Net zo netjes, hè. Ik ga nog even verder met poetsen als je die erg vindt. Ja, nee, prima. Ja, Metallica. Absoluut hoogtepunt. Helemaal geweldig, helemaal super. Het was Rage. Rage Against the Machine, ja, super natuurlijk, maar Metallica heeft voor mij dit weekend helemaal gemaakt. Dat is de hoofdreden dat ik hier ben. We wachten tot de lui met de auto eraan komen en dan gaan we naar huis toe. Terug naar het oosten. Terug naar het oosten. Terug naar het oosten. Hoe was het? Ja, dat was te gek. Zoals je ziet zijn we nog een beetje productief bezig. Ja, ja, dat is heel erg leuk. Je ruimt het met je rotzooi op. Dat ook. En we kunnen wat, ja inderdaad, dat is het meer. Gewoon ja, gewoon actie. Ja, Anna? Ja man, flessen oprapen. Even bij de supermarkt inleveren en dan heb je zo 10 euro. De bekertjes gewoon op het trein ook gewoon echt gewoon onderuit verzameld gewoon. En ja, je bekostigt jezelf gewoon met heel Pinkpop eigenlijk. Bye, bedankt hè. Doei. Bye. Bye.